We kijken naar de ACM, oftewel de Autoriteit Consument en Markt. En wat is het? Dit is een instelling van de overheid. Instelling. Of instellingen van de overheid. Instellingen van de overheid die controleren. Die controleren of, puntje 1, bedrijven eerlijk concurreren. Bedrijven eerlijk concurreren. Die kijken dus of bedrijven eerlijk concurreren. En dan moet je eraan denken dat ze bijvoorbeeld geen afspraken maken over de prijs van producten, zodat mensen te hoge prijzen betalen. Wat doet de ACM nog meer? Die controleert of keurmerken worden nageleefd, of mensen daar recht op hebben, of bedrijven beter gezegd. Ze controleren de keurmerken. En wat doet de overheid nog meer via de ACM? De overheid geeft informatie aan consumenten. Informatie aan consumenten geven. Informatie aan consumenten geven over bijvoorbeeld producten, maar ook over rechten en plichten. En wat doet de ACM nog meer? We hebben een eigen website en dat is consuwijzer.nl. En daar kun je dus al de informatie na lezen en terugvinden. En het kan ook zo zijn als bedrijven in overtreding zijn bij bedrijven. Boetes geven. Als deze in overtreding zijn. Als deze in overtreding zijn. En als je al deze punten zo ziet, dan kun je dus heel simpel zeggen: de ACM komt op voor de belangen van de consument. De ACM komt op voor de belangen van de consument. De ACM komt op voor de belangen van de consument. En dat is eigenlijk alles wat de ACM ook doet. Nou, korte herhaling. Wat is de ACM? Dat is een overheidsinstelling die controleert of bedrijven eerlijke concurrentie doen, of de keurmerken legitiem zijn en kloppen en of een bedrijf daaraan voldoet. Ze geven informatie aan de consument op consuwijzer.nl. Kun je heel veel informatie vinden. En ze geven bedrijven boetes als die in overtreding zijn. En je kunt dus heel simpel zeggen, de ACM komt op voor de belangen van de consument.